mis mijn klepje. Ja, hè? Ja. Ja, dan kan je niet naar jezelf kijken. Nee, nu kan ik niet naar mezelf kijken. Tijd. Ja, ja, zo werkt het. Welkom, mijn naam is Jos Overschie, docent en consultant bij OV-Decon. En dit keer ben ik niet alleen gekomen, want we gaan vandaag schadebeeldanalyse doen. Ja. Ja, en daarvoor heb ik een vrijwilliger aangesteld. Waarschijnlijk kennen jullie hem wel, leerling Pompidioot. Hij is trouwens degene die mij de eretitel gegeven heeft, Pompidioot. Ja. Daar word ik nu constant mee gepest. Ja. Anderen zeggen, terecht. Ja, en terecht. Anderen zeggen het is een eretitel. En het leuke is, we hebben nu niet alleen een pompidioot, een leerling pompidioot. We hebben al een bruggenbouwer pompidioot. Dus het gaat de goede kant op. Ja. Wat ik al zei, vandaag schadebeeldanalyse. En we hebben ervoor gekozen om Robin een schadebeeld te laten analyseren. En dan niet door direct te roepen van, het is dat. Cavitatie. Ja, nou, eerste woord wat altijd geroepen wordt. Het maakt echt niet uit welk schadebeeld ik laat zien. Mensen roepen altijd cavitatie. Dus hetzelfde eigenlijk als je een rode auto hebt en een groene auto en een blauwe auto en een zwarte auto. En je zegt iedere keer voetbal. Slaat ook nergens op, maar zo werkt het. Ik heb dit keer een schadebeeld. Ja, nou hebben we take 783. Maar oké, hij wilde per se, kijk. Hij weet dus niet wat erin zit. Hij heeft het ook niet gezien. Nee. Hij wilde het ook niet. Nee. Nou, hij wilde het natuurlijk wel weten, maar... Nee, want ik heb het in één keer goed. Ja, maar je hebt het in één keer goed. Nou, ik haal, net als wat een kok doet, ik haal de deksel van de pan. Oei. Ta-ta-ta-ta-ta. Eén schadebeeld. Mag ik hem... Mag ik hem niet aanraken? Waarom zeg ik... Oh, dat weet ik... Ja... Zou je zeggen omdat ik geen handschoenen aan heb? Of zou je zeggen omdat ik omdat de mogelijk gevaarlijke stoffen... jeetje, hoe zeg ik dat? Dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in het spel kunnen zijn... Waardoor ik... Kijk, ik weet het niet. Nee, ja, dat had je eigenlijk goed, moet ik eerlijk zijn. Ja. Ik heb hier een schadebeeld. En ja, schadebeeld. En dan kan je er natuurlijk van uitgaan dat... Ik weet waar ik mee bezig ben en dat ik hem niet iets in zijn handen geef waardoor zijn handjes eraf vallen. Daarvoor heeft zijn moeder niet zoveel tijd gestopt in zijn opvoeding, maar oké. Hij weet dus niet waar deze waaier in gedraaid heeft. En ja, hij gaf al aan, het kan scherp zijn, maar wie weet heeft het wel een of ander chemisch goedje gedraaid waar je eigenlijk helemaal niet met je handen aan mag zitten. Dat doe jij natuurlijk nooit, heel veel mensen doen dat niet, gewoon, waar vragen we om? Waar vraag je om als je een onderdeel krijgt of een pomp krijgt? Waar heeft hij ingedraaid? Welk medium heeft hij ingedraaid? En jij denkt dat je dat van je klant te horen krijgt? Oh, dat krijg ik niet te horen. Nee. Eigenlijk waar je om vraagt. Dan pak ik die rottige collega en vraag ik of die... Oh, die. Ja. Ja, die hebben wij niet. Die hebben wij. Nee. Je vraagt als je een onderdeel krijgt of een pomp om een schoonverklaring. Daarin moet dus staan in welk medium het gedraaid heeft en dat het gespoeld is. En dat is niet alleen dat de zuig- en de persopening van de pomp afgeplakt zijn, maar dat is dus ook de schoonverklaring die erbij hoort. Maar oké, bij deze heb jij een schoonverklaring. Leef je uit. Nou wil ik eigenlijk een volledige analyse hebben. Ja. Je kan eigenlijk een schadebeeldanalyse kan je vergelijken met een moordonderzoek van de recherche. Mm-hmm. Dus je moet zeer gedetailleerd te werk gaan. En dat willen onze kijkers natuurlijk ook meemaken. Dus leef je uit. Hoe ga je beginnen? Wat heb je in je handen? Ik heb een waaier in mijn handen. Van welk materiaal? Ja, dat wou ik dus zeggen. Ik denk dat het RVS is. Maar dan moet ik even... Dan moet je even aan likken. Oh ja. 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 Had ik dus eerst een keer gezegd. Ja, had ik dus eerst gezegd. Van jongen, als je het verschil wil weten tussen 304 of 316, moet je er even aan likken. Wat 316. Is het? Nou, je hebt nog gelijk ook. Ja. Ja, oké. Dus ik heb een RVS-waaier in mijn hand.
316. Wat zie je eraan? Nou, ik zie dat, dat het middenstuk... Ik weet niet hoe je dat precies noemt, maar hier zit, dit zit normaal op de as. Maar daarom ben je ook leerling pompidioot. Daarom ben ik leerling pompidioot, ja. Het zit normaal op de as en dat kan helemaal ronddraaien, want het is hier afgebroken. Waar die normaal vast zat, is het afgebroken. Althans, daar ga ik even uit. Ik kan dat niet heel goed zien en zo ook niet. Moet je mijn bril even lenen? Nee, maar... Ja, ik zie nu breukvlakken, dus hij heeft er sowieso... Hij is daar afgebroken. Wat zie je dan meer? Ja, er zit nog steeds een goedje bij de waaierschoepen, waarvan ik niet goed weet wat het is. Moet je wel laten zitten, want dat hebben we nog nodig. Oh ja. Want dat is met een moordonderzoek ook zo. Het lijkt op zand. Ze gaan ook niet eerst het bloed allemaal verwijderen voordat ze met onderzoek beginnen. Nee, oké. Het lijkt op zand. Ja, en wat kan je daaraan zien? Aan de plekken waar het zit? Bijvoorbeeld? Nee, het zit aan beide kanten van de schoepen, behalve op de uiteinden. En aan de binnenkant... Ja, oké, dus het zit in de... Even kijken, het zit niet aan de uiteinden van de schoepen en het zit ook niet aan het begin van de schoepen. Dus het zit vooral halverwege en dan aan beide kanten. Hoort dat ook zo? Dat zou ik niet weten eigenlijk. Nee. Hoe? Welke richting? Wat is de draairichting van deze waaier? Oké. Hij slaat het weg. Hij slaat dat weg. Ja, dus het hoort, ik zou zeggen, het hoort eigenlijk alleen aan, als die zo draait, hoort het aan deze kant van de schoepen te zitten. Ja, en dan helemaal tot het eind van de schoepen de vervuiling? Of zoals het nu zit? Helemaal tot het eind. Ja? Ja. Als die goed geselecteerd is, zit het helemaal tot het eind. Ja. Zit het hier helemaal tot het eind? Nee. Okay. Dus is die niet goed geselecteerd. Jo, wat verrassend. Nee, dat is niet verrassend. Dus heeft hij dan in zand staan caviteren? Zou je dat zeggen? Ja, ik zeg niks. Ik vraag alleen maar. Nou ja, kijk. Hij heeft dus flinke klappen gekregen. Waardoor dit losgebroken is. En heeft hij hem met een hamer opgeslagen? Ja, nou ja, dan zou ik dat zien. Okay. Ik zie geen deuken, ik zie geen... De achterkant zie ik ook niks. En hier? Ja, dat zou ik zeggen, dat is slijtspoor van... Ja. Ja. Aanlopen. Maar dat komt weer, ik zal je helpen, omdat hij dus losgezet heeft. Ja, dat gaat hij op een gegeven moment aanlopen. Ja, oké. Ja. Maar heeft deze waaier de juiste kant op gedraaid? En zo ja of zo nee, hoe zie je dat? Nou, ik zou zeggen dat hij misschien zelfs wel twee kanten op heeft gedraaid. Tegelijkertijd, dat vind ik knap. Niet tegelijkertijd, maar soms de een, soms de ander. Omdat ik aan beide kanten van de schoepen zie ik. Mm-hmm. Dus hij heeft het zowel staan scheppen als staan wegslaan. Dat zou ik zeggen. Nee, dat is niet zo? Nee. En hoe zou ik dat dan kunnen zien? Als je in de waaier kijkt, dan zie je, ik zal hem ook naar jou laten zien, dat de vervuiling smal begint, ja. Steeds breder wordt. Ja. Dat is een teken dat die waaier die kant op heeft staan draaien. Dus de goede kant op. De goede kant op heeft staan draaien. Geheugensteuntje. Als je... Stel, je hebt een auto. Die auto was je niet zoveel. Waar zit de vervuiling bij je autopartier? Aan de achterkant. Dus bij een waaierschoep hoort de vervuiling aan de achterkant te zitten. Hmm. Bij deze waaier is het zo dat die in het begin schoon is. En daarna een vuilspoor opbouwt wat steeds breder wordt. Dat is eigenlijk een teken dat hij de juiste kant op heeft gedraaid.
Wat jij terecht aangaf, was als je aan het einde van de schoepen kijkt, dat de uiteinde van de schoepen, dat is de klemtoon, ja, dat die schoon zijn. Ja, precies. Ja, en het heeft ook te maken met dat ik zou zeggen van, dit breekt in... Kijk, als het een klap was geweest, dan had ik, doordat er een hard onderdeel in kwam, dan had ik echt een deuk ergens verwacht. En dan zeker op een van de waaiers, maar, of een van de schoepen, maar dat zie ik niet. Dus zou ik zeggen dat die door... Zijn trouwens meerdere kleine klapjes heeft gehad. Zijn alle kanalen open? Ja, volgens mij wel. Had je al gekeken? Nee, ook niet gekeken. Oh. Ze zijn wel open, ja. 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 Want dit kan ook ontstaan als er, bij wijze van spreken, een klein steentje in een van de waaiersgroepen zit. En waarom kan het dan ontstaan? Onbalans. Onbalans. Ja. Dan breekt de as af. Ja. 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 Dus daar moest ik ook aan denken. Daar moet je ook aan denken. Ja. Maar dat is dus ook niet zo. Nee. Je hebt al gekeken naar de juiste draairichting. Is die goed? Nou ja, nu dus wel. Dat bij okay. is. Ja. Die is goed. Dus de draairichting alleen is goed. Alleen zijn selectiepunt is niet goed. Want dat zie je doordat hij aan het begin schoon is. De schoep is aan het begin schoon en aan het einde is die schoon en daartussen niet. Ja, kan ik daaruit opleiden dat zijn selectiepunt niet goed is? Ja, want ik neem hem even over. Dat hij hier in het begin schoon moet zijn, dat klopt. Ik heb iets hoger gedaan. Dat heeft te maken met de draairichting. Ja. Daar hoort hij schoon te zijn. Ja. Maar hij hoort aan het einde van de schoepen, hoort die vervuiling door te lopen. Ja. En waarom? Als een pomp goed geselecteerd is, dan drukt hij eigenlijk zijn water tot het einde van zijn schoep. En daar mag het medium pas het schoep verlaten. Ja. Dus dan had de vervuiling tot het einde van de schoep doorgelopen. Ja. In dit geval is dat niet zo. Want kijk maar, dat zie jij ook hier. Hij verlaat ruim vroegtijdig verlaat hij de schoep al. Ja, ik weet niet of zij dat ook kunnen zien. Ik weet ook niet of zij dat kunnen zien. Maar dan... Maar in principe, hier zie je dat het uiteinde van de schoep is, zeg maar, niet vies en... Dat is bij andere schoepen ook een zo. Een stuk wat wel vies is. Ja. En die hoort dus overal vuil te zijn. Ja. Wat is daarom jouw conclusie? Ja, dat klinkt dan een beetje rot om nu te zeggen. Ik zeg, hij heeft in zand gedraaid. En daar heeft hij op zich verder niet zoveel problemen mee gehad. Maar hij is gaan caviteren. En ik vraag me af of ze bij de selectie wisten dat die zand ging verpompen. Want dat heeft invloed op het medium. Mm-hmm. Op de viscositeit. Zeg ik dat goed? Ja. Waardoor hij dus op een ander punt gaat staan draaien. Waardoor hij dus gaat staan caviteren. Ja. Dit is water, oppervlaktewater geweest. Ja. En veel zand zat daar niet in. Dit is eigenlijk gewoon organische vervuiling die in het water zat, wat dit spoor veroorzaakt heeft op de waai. Ja. Daar zit, je hebt eigenlijk nooit helemaal schoon water. Mm-hmm. Vandaar deze sporen. Het grootste euvel bij deze waaier is geweest verkeerde selectie. Ja. Iedere pompcurve komen ook gewoon in latere filmpjes nog op terug, heeft een ideaal werkpunt. Mm-hmm. Deze pomp heeft... is een heel goed gezelschap. Meer dan 80% van de pompen staat niet op het goede werkpunt te draaien. Dus is geen uitzondering. Deze pomp is dus inderdaad overleden door een verkeerde selectie. Maar waarom breekt dan die aansluiting met die as af? Ik zou zeggen dat is het zwakste punt. Waarom? Hij zit daar met een paar lasnaden. Ja, ik heb toevallig ook waaiers gezien waarbij deze lassen afbraken. Mm-hmm. Die waren ook kapot gecaviteerd. Ik gok dat dit het zwakste punt geweest is. Dus die cavitatie die zorgt voor bepaalde trillingen. Ja. Die... Maar wat doet deze waaier als er een cavitatiebelletje implodeert? Wat doet die? Gaat hij dat doen? Neem een velletje papier, een A4'tje. Vouw dat in zo. Dat is eigenlijk wat die waaier overdreven doet. Die waaier beweegt. Om nou het effect daarvan
aan te geven. Ik vergelijk het altijd met, kennen jullie het? Paperclipjes. Stel je voor... Ik zou die grote doen. Doe jij die grote, doe ik de kleine. Hoe vaak kan je een paperclip heen en weer bewegen voordat die kapot gaat? Hij wordt wel warm. Dat is ongeveer een 6 tot 8 keer en dan is die gebroken. In dit geval dus niet. Dit is een hele stugge, ja. Ik denk dat het hier vriest of zo. Maar we hebben maar 25 minuten. Ja. Hij gaat door de midden. We hebben hier met veel dikker materiaal te maken. Omdat hij hier op de as vast zit, de rest van de waaier eigenlijk aan het bewegen is. Gaan daar op een gegeven moment... Het is eigenlijk metaalvermoeiing. Hij breekt door metaalvermoeiing. Ja. Wat is dus jouw eindconclusie? Dat hij heeft staan caviteren en dat hij daardoor door verkeerde selectie en dat hij dit gebroken is door metaalvermoeiing. Oké. Ja. U gaat door voor de koelkast. Ja, ik had het helaas niet in één keer goed. Nee, helaas niet in één keer goed. Ik denk wel te lust uit. Ik hoop dat jullie er iets van geleerd hebben. En denk nou niet, als je naar waar je tegenkomt waar dit los zit. Oh, we hebben de vorige keer op de video gezien. Dat zal wel weer cavitatie zijn. Nee, wij gaan altijd voortaan, proberen we alle mensen eigenlijk een beetje aan te leren. We gaan een goed schadeonderzoek doen. Want als je de oorzaak weg weet te halen van een schade, want zet je hier een nieuwe waaier in deze pomp en je laat hem op hetzelfde werkpunt draaien, dan kan het zijn dat hij binnen een half jaar weer aan de beurt is. En dan wordt het natuurlijk een rotpomp, maar echt die pomp kan daar niks aan doen. Kijk, iedere keer, net als wat Robin gedaan heeft, is het schoon, is de draairichting in orde. Dat soort dingen moet je allemaal doen. Ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben. De volgende keer weer. En vergeet niet opmerkingen, aanmerkingen te plaatsen hier onder de video. En wil je op de hoogte blijven van onze artikelen, van onze video's, vergeet ons niet te volgen op LinkedIn en YouTube. Ja. Toch? Ja. En suggesties zijn welkom. Ja. Graag tot de volgende keer.